Mijn gerstengast van vandaag is een van de populairste burgemeesters die Rotterdam ooit heeft gehad. Ivo op Stelten. En we hebben afgesproken bij roeivereniging De Maas. Ivo! Hey Sander! Hallo! Ja, wat goed je te Hoe zien, gaat man! Het? Ja, hey, 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 ja. Hey, en afstand houden hoor. Wat een prachtige plek hier! Ja joh, het is een fantastische plek. Elke zaterdag en woensdagochtend roei ik hier met een fantastisch gezellige, leuke ploeg. Wow. Mannen. En dan, twee keer per week? Ja, we roeien dan naar Oud Verlaat. En dan heb je ook zo'n vlonder voor het café Oud Verlaat. Ben je vast wel eens geweest. Tuurlijk. En denk ik, een geweldige, leuke waard is daar. Gezellige man. En daar drinken we dan een kopje koffie. Nemen we iedereen in de wereld door. En dan zeggen we gewoon weer, we gaan weer terug. Ik zal je even laten zien in wat voor bootje wij roeien. Ja, tuurlijk. Dan kan je je ook voorstellen dat ik ook al, moet eerlijk zijn, twee keer ben omgeslagen. Instappen, dat gaat wel. Met een beetje ondersteuning. Ja. Het roeien gaat ook wel. Maar het uitstappen na het roeien. Ongelooflijk. En toen zijn we omgeslagen hier. En dan zijn er gelukkig een paar mannen die hier aan de kant staan. En die duiken er dan in. En dan komen wij er wel weer uit. Dan kom je er wel weer uit. Ja. Maar dat ziet eruit natuurlijk. Ja, opstelten die in het water liggen spartelen. Ja, het zal wel een leuk plaatje zijn. Ja, ja, je hebt pech gehad. Welke boot is het? Nou ja, dit is natuurlijk, deze zie je, de Jan Schuling. Ja, dan beginnen we natuurlijk. Wat gaan we doen? Hoe is het weer? Nou, en dan gaat eerst de riemen eruit. Die zitten dan in een kast hier. Ja. Of daar zie je ze hangen. Ja. Dus die horen bij de boot. En nou, die leggen we dan daar neer. En dan vervolgens gaan we met z'n vieren of iemand die even helpt. We roeien ook wel eens, dan zijn we bijvoorbeeld met z'n zessen. Of we zijn met achten. We hebben in totaal er 10. En dan gaan we naar, dan pakken we hem op. En dan dragen we hem naar buiten. En dan leggen we hem in de rotte. Hey, en hoe belangrijk is het roeien in je leven? Nou ja, je moet niet overdrijven. Het is een vast punt. Ik vind het gewoon elke woensdag en zaterdag. Gewoon ga je daar naartoe. Ja. En dat vind ik. En ik vind het leuk. En het is zo mooi. Gewoon die rivier, die rotte. Ja. En naar Oud Verlaat. En ja, ik geniet daar wel van. Gewoon dat ook even buiten zijn. Even alles weg. En geconcentreerd alleen maar gewoon hoe val ik mijn ploeggenoten niet lastig. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat ze geen last van me hebben bij het roeien. En dan in het café. Dus een kopje koffie met een beetje, als er iets te vieren is, een appeltaart. Ik hoor dat er al vaak wat te vieren is. Ja, ik hoor het er al doorheen. Je ziet het zeker aan me. Met of zonder slagroom. Maar in de tijd als burgemeester moet je natuurlijk ook vaak roeien. Ja, met de riemen die je niet had. Ja, zeker. Ja, en dan lukt het toch. Ja, dat is zo. Gewoon jongens, je moet mensen oproepen. Dat is natuurlijk ook gewoon doorgaan. Ja, door blijven roeien. En als het niet goed gaat. Dat is ook hier natuurlijk. Het is een hele, laat ik zeggen, verticale hiërarchie. Ook. Dat vind ik ook wel mooi. We hebben een captain. Ja. En die doet het heel goed. En we luisteren ook naar hem. Want hij bepaalt wat we gaan doen. Hij bepaalt ook waar wie zit in de boot. En daar is nooit commentaar op. Want als hij zegt, zo gaan we het doen. We gaan. Dan gaan we ook. Dus dat is eigenlijk een beetje de burgemeester aan boord? Ja, nou nee, gewoon een captain bij het roeien, daar is nooit discussie over. Precies. En bij een burgemeester wel. Okay. Die geeft aanleiding tot discussie of geeft de ruimte, dat is nog veel beter. Dat is beter, ja. Dat is beter. Maar een captain bij het roeien is niet. Je doet wat hij zegt. Waar gaan we nu heen? Ja, we gaan naar café. Penny Bean. Penny Bean. Penny Bean. Op de Meent. Ja, op de Meent. Ja, dat ken ik. Ja, gaan we. Oké, kom ja, op. Daar gaan we naartoe. Let's go. Ja? Oké. Okay. Het is ook zo idyllisch, hè? Ja, ik vind dit mooi. Nou, dit is een mooi
Mooi karretje. Dit is hem, hè? Dit is hem, de bolide. En jij bent op de fiets? Ik ben op de fiets en ik zie je zo. Zie ik je daar? Oké. Okay. Ja, okidoki. Dag. Tot zo. Daar gaat hij op zijn fiets. Ivo Opstelten. Ik vind het zo'n geweldige vent. Zo'n fantastische man. Echt een knuffelbeer. Altijd positief, altijd optimistisch. Zo leuk. Daar zijn we. Daar is hij hoor. Hey, maar u doet hardcore fietsen. Ja, zeker, natuurlijk. Geen elektrisch, begin ik niet aan. Waarom niet? Nee, ik wil gewoon fietsen. Waarom is dit café zo'n belangrijke plek voor je? Nou, mijn zwager, die helaas is overleden, die was ziek. Dan belde hij op en dan zei hij van, ik wil weer een kopje koffie met je drinken. En dat deed hij altijd hier. Ja. Dus... En wat verband hadden jullie? Nou ja, hij wou met mij spreken. En dat was echt wel wederzijds. Er was ook geen aarzeling van, daar heb ik nou even geen tijd voor. Ik had genoeg te doen, natuurlijk. Maar ik zei, ik kom. En dat vond ik, daarom heb ik ook gezegd, hier wil ik wel even zijn. Ja. Maar hij voelde dus eigenlijk aan dat hij ging overlijden? Op dat moment wel, ja. Dat lijkt hem wel heftige gesprekken zijn geweest dan. Ja, zeker. En dat zijn zaken waar je... Ja, ook wel met, dat is een beetje tegenstrijdig, maar ook wel weer met een zekere dierbaarheid, een kameraadschap naar een zwager op terugkijkt. Wat mis je het meest aan hem? Nou ja, gewoon het contact. Ja. En elkaar even te zien met zijn gewoontes. Ik vind het mooi dat je zo vol passie en zo vol liefde praat over hem. Ja. Dat zegt wel heel veel over jullie relatie. Ja, jullie zeker. Gehad. En ja, zonder dat we dat misschien in de gaten hadden of hebben uitgesproken, blijkt dat ook. Nu ik daarover spreek, vond ik dat. Ja. Ja, terwijl we totaal verschillend zouden zijn. Als je een foto zou zien, zei, hoe komt dat? Maar dat is juist zo aardig. Ja, wat me zo moeilijk lijkt van ouder worden, is dat allemaal mensen om je heen gaan omvallen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is... Triest, dat is triest, maar dat is wel het leven. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat komt nu vaker voor. Waar denk je dat we naartoe gaan als we doodgaan? We gaan gewoon de wereld in. Ja? Cremeren en as strooien. Dat is, als het mag en we vergunningen daarvoor krijgen, dan strooien we het, en wat mij betreft, over de Maas. Jou? Ja, mij. Oh ja? Mij. Ik laat me strooien over de Maas. En niet, ik ga niet mijn kinderen belasten dat ze een graf moeten onderhouden of zoiets. Dat respecteer ik zeer, maar dat is een keuze van mij. Dat vind ik ook goed. Ja. Gewoon, je bent er niet meer. Ja. En alleen de herinneringen blijven. Ja. En die gaan ook weg. Maar wat denk je, als we doodgaan, komen we ergens nog terecht? Nee. Is er een hemel of... Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Nee, ik vind dood het... is dood. Dood is dood. En dan moet je ook... ik ben niet iemand die dagelijks bezig is daarmee. Gewoon, ik sta nog stevig in het leven. Ja. Gewoon heb leuke dingen. Helemaal geen belangrijke dingen, maar nee, niks. Maar leuke dingen doe ik en... En dat vind ik gewoon, en daar genieten wij van. Nou, je hebt een springleven, ja, dat kan ik je wel vertellen. Ja, ja, oké, okay. Je zal het merken, jongen. Je hebt keihard, man. Waar gaan we nu naartoe? We gaan maar even naar het stadhuis, want daar heb ik toch het mooiste mogen doen. Wat iemand kan overkomen die voor de publieke zaak heeft gekozen. Burgemeesters worden van Rotterdam is de mooiste functie die bestaat in Nederland. Mooi, we gaan erheen. Ja? Ik zie je daar. Ja. Ja, zo. Kijk eens, daar is hij. Ontvangst bij het stadhuis. Geweldig. Door de burgemeester zelf. Mag ik u, beste Sander, weer daarom welkom. Dames en heren, Sander de Kramer. Ha, hey, hoe is het? Perfect, jongen. Hey. Nou, als een vis in het water hier, hè? Zo moet je de dag beginnen ook, hè?
Ja, ja, dan is daar aan de zijkant een balkonnetje en dan begon ik om 8 uur. Dan begon ik met het raam open te zetten. Ja. En goedemorgen stad, een shake hands met de stad. Ja. En dan zei ik, oké, we gaan beginnen. We zijn begonnen. En waarom was het zo'n mooie baan? Ja, ik heb altijd burgemeester willen worden. Waarom? Want het is een ingewikkelde functie. Je hebt allerlei, niet één dossiertje, maar allerlei verschillende zaken hou je mee bezig. Ja. Het heeft met mensen te maken. Dat vind ik zelf heel belangrijk. En het had ook een, zei het, op enige afstand een politieke component. En dat vond ik ook leuk. Want dat zijn de drie redenen. En toen was het wel geestig, kan ik ook nu wel vertellen, dat bij mijn installatie zei de SP, ja, u schijnt het wel te kunnen, maar u krijgt niet het vertrouwen van ons. Echt waar? Nou, dan gaan we dat zien. En het was wel aardig dat toen ik een brief schreef dat ik stopte, kreeg ik een brief van de SP terug van blijf nog even. Ja, dus dat is... Hey, maar je was razend populair en nog steeds. Ja. Wat maakt je nou zo populair? Nee, dat... Waarom ben je zo geliefd? Nou, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk... mensen zien, daar kijk ik ook altijd naar, of ze... Of ze goed in hun vel zitten, of ze het prettig vinden en leuk vinden wat ze doen. Ja. Dat is wel ingewikkeld maar, en moeilijk, maar ik was er trots op dat ik dat mocht doen. Dat ik die functie had. En dan vervolgens moet je natuurlijk altijd dicht bij jezelf blijven. Ja. En vooral jezelf blijven. En je moet toegankelijk zijn. Dat vind ik wel bestuurders. En ik denk dat ik daar wel goed in ben. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Nou, maar je bent een ontzettende toffe peer. En ik vind het leuk, wat ze ook zijn, wie ze ook zijn, waar ze vandaan komen. En even luisteren naar iemand. En als je iets kan doen voor iemand, om dat ook waar te maken. Ja. Dat vond ik wel, daar hadden mijn mensen wel eens last van. Want dan was ik ergens geweest. En dan zei ze, kan dat? En dat vond ik eigenlijk logisch dat dat kon. Dus dan maakte ik even een aantekeningetje. En dan zei ik, dat gaan we doen. Hè? En dan ging ik wel vervolgens na een week vragen, is het ook gebeurd? En soms ging ik ook terug naar die mensen om te kijken of het echt gebeurd was. Ja. Want dat, ja, dat vind ik leuk. En om daarna terug te kijken is ook mooi. En het een beetje op afstand te volgen. Je nergens mee te bemoeien. Je moet nooit... Je opvolger voor de voeten lopen is trouwens geen enkele aanleiding voor, want ik vind dat hij het heel goed doet. Dus het is ook mijn burgemeester, want ik ben eenvoudig gewoon inwoner van deze stad. Ja. Maar ik ben trots op onze burgemeester. Ivo, ik vind je een ontzettende toffe peer, oftewel een gerste gast. Ja, en mooi. Ik vond het ontzettend fijn om je gesproken te hebben. Geweldig. Okay, dat is geweldig. Ga je goed, jongen. En je bent burgemeester voor altijd, hè? Ja, zeker. Ja. Zo voel ik me. Een burgemeester is voor altijd. Oké, dank je. Begroetjes. Oké, zie je. Dag. Hoi.